Lacho Dives, Lachi Rat, Romale. Ik heb vandaag op het eerste keer de kans gehad om de beste Roma-violist die in Gentse woont, maar ik kan zeggen ook in België, die naast mij nu zit. Ik heb hem verschillende keer gehoord op sociale media, maar op YouTube. En dan probeer ik te jammen met hem. Ik heb nooit de kans gehad om samen met hem te spelen. En ik kan zeggen, ik heb heel veel van hem geleerd. En ook van zijn band. Hoe hij speelt. Maar ik heb iets opgemerkt. Zijn meeste video's zijn video's waar hij speelt. Roma-liedjes. Traditionele uit Hongarije, maar ook van Roemenië, van Balkan, maar ook klassieke genres. Maar in zijn groep meestal spelen ook niet-Romen. Wat dat heel belangrijk is voor ons, voor jonge artiesten, ik noem mij ook jong, en ik denk dat mijn volgende gast ook niet zo oud is, hij is nog jong van geest. Dus hij is een goed voorbeeld, hoe kan het dat we samen iets kunnen doen. En het is niet minder dan Pali Somora, die naast mij zit. Lacho Dives, Pali. Shukar Dives. Dank u wel. Pali, kan je ons iets vertellen over jouzelf? Hoe lang ben je in België? Hoe komt het dat je op viool speelt? Heb je iemand in de familie die ook op viool speelt? Kan je vertellen, hoe is dat dat je in Cigane Trio speel je ook met niet-Romen? Eigenlijk, ik heb viool begonnen als ik 5 jaar was. En mijn papa is contrabassist. Mijn grootvader was een van die bekendste zigeuner vioolleraar in Hongarije. Dus hij heeft die Rajko Orchestra opgericht. Ik ben in het conservatorium gestudeerd in Hongarije. Maar na een tijdje heb ik gestopt. En dan ik heb tweede viool gespeeld bij Lajos Boros. En ik ben in 1996, denk ik, eerste keer naar België. Dus niet eerste keer, maar derde keer naar België gekomen voor 3 maanden. Ik ben hier gebleven dan, want ik kon hier verder studeren in het conservatorium en naast dat spelen. Na mijn conservatorium heb ik in de Brusselse Philharmonie gespeeld, 2,5 jaar. En dan ik heb een goede vriend leren kennen, een contrabassist, wie Belgisch, Herman de Reeke, die nog altijd met mij speelt. En wij hebben 10 jaar geleden een orkest opgericht, Tsigani. Daar speelt eigenlijk in de originele orkest een Vlaamse bassist, een Romeinse accordeonist, een Hongaarse cymbalist, een Bulgaarse zangeres, een Hongaarse gitarist en ikzelf. Dus hoe kan dat? Ja, dat is een beetje raar, want ik ben heel veel mensen tegengekomen in België, in Nederland, in Duitsland, die echt heel veel van Hongaars of zigeunermuziek of van Romeinse muziek. Ze zijn echt fan van die muziek. En zij doen ook alles daarvoor om te kunnen spelen. Ik vond dat eerst enorm plezant om met die mensen samen te repeteren, altijd nieuwe dingen proberen uit te vinden. Maar natuurlijk, ondertussen zijn ze echt Roma's geworden, hoor. Thank you.
Thank you.
Thank you.
tot de volgende.